Kunst maken op de mooiste plekken van de wereld. Dankzij YouTube. Omdat het kan. Ik ben begonnen met het maken van street art door middel van een filmpje dat ik heb gezien op YouTube. Kunsttechnieken, schildertechnieken. Ik kan eigenlijk alles leren via internet. Alles wat ik maak is natuurlijk heel visueel. Dus als kunstenaar is Instagram ontzettend belangrijk voor mij. Dit is een werk natuurlijk die we boven al hebben staan. Je kunt een beetje in deze stijl doen, zwart-wit. Het doel van mij als kunstenaar is om mensen aan het denken te zetten. Over onderwerpen in het dagelijks leven, over politieke onderwerpen. Met de schildering van Poetin en Trump is dat aardig gelukt. Ik ben op reis geweest in Azië en daar heb ik geschilderd in sloppenwijken. Er kwam politie langs. In het begin schrok ik daar heel erg van. Maar ze stak een duimpje op van goed bezig en die liep gewoon verder. Dus ze vond het prachtig. Ik vind het gewoon heel tof dat ik op 9-jarige leeftijd al heel de wereld heb mogen zien. Mijn droom is om in elk land op de wereld een muurschildering te maken.